Poels en beers, welkom bij weer een nieuwe video. In deze video gaan we het hebben over een aantal coins waar we een update over gaan geven. We beginnen straks even bij Aden en we komen nog wel langs DGP. Ik hoorde dat ik Loom was vergeten en zo heb ik er nog wel een paar die ik even langs ga. Ik probeer er een half uur van te maken, dus neem het drinken als je het helemaal wil zien. In de beschrijving van de video, van elke video, zet ik timestamps en handige links zodat je begin kan maken. Mocht je in een coin nog niet zitten... Kun je daar de Coin Market Cap link zien en dan kun je daar weer doorgestuurd worden naar de website van de desbetreffende coin of de Twitter. Uh, in ieder geval, je kan een begin daarin maken. Als je nieuw bent, ik upload twee, of, twee tot vijf video's per week en daarbij geef ik updates. Ik trade en investeer wel acht jaar in de crypto en ik wil al het goede gaan delen wat ik heb geleerd. We beginnen altijd eventjes bij de Bitcoin. En ik hoop dat iedereen nu de afgelopen tijd wel wat leuker winst hebt gepakt. In ieder geval wat winst eruit hebt gehad. Ik bedoel, de rest kun je gewoon laten staan voor het gekke. Het ziet er best wel oké okay uit. En best wel oké okay dat we deze targets misschien nog gaan raken. Alsnog moet je gewoon beseffen: we hebben weer een grote move gemaakt vanaf 21 juli. Dus dat is precies een maand. We hebben nu een move van een maand gemaakt. En die move is nu denk ik een 60, misschien wel 70%. Nou, kijk, bijna 70%. Dus je kan echt gewoon die retrace verwachten. Je bent hier wel door de rode moving average en gebeukt. De blauwe begint uh, te stijgen, en de groene is nog aan het dalen. Waar zijn we nu dichtbij? Bij die 0,6 en 8. Weer een heel belangrijk level. Nu hebben we andere coins gezien die echt wel hoger kunnen gaan. Maar dit zou ik zeker nog steeds houden als targets. Net zoals ik bij die ADA-video heb gedaan, kun je dat eigenlijk ook wel hier doen. Mochten we hoger gaan, dat heb ik ook al een keer gedaan. Die targets hebben ook in video's gestaan. Dat waren die een beetje rode targets. Dan had je die 4,2,3 die wat hoger kwam bij de 68.000. Ik hou die er. Liever gewoon nog even niet bij. Mochten we daar verder groeien, dan is het een push winnen en pak je daar gewoon weer winsten. Maar voor nu komt deze weer. En deze heb ik al dus echt heel lang, die 51.000. Want eerst hadden we hem. Oh, ik pak de verkeerde. Eerst hadden we hem vanaf hier. Dus dan had je hier. En ik heb hem volgens mij nog wat lager vanaf hier. Had je hier inderdaad die 786 van de 51.000 tot de 53.000 bij die 0,833. En hier had je dus ook een level die 0,6 en 8. En je ziet hoe goed het daarop reageert. En daarom pak je winst. Stel dat we hier echt omkeren, dan heb je hier gewoon winst gepakt. Groeit het verder, dan moet je daar je emotie daar goed in controle hebben om, om ja, niet er in één keer weer in te springen om dat laatste stukje te pakken. Want kijk, dat laatste stukje: stel dat we echt niet meer verder gaan, niet meer dan hier. Uh, dus dan is dit laatste stukje nog een 10%. Dus ga je dan die 70% riskeren voor die nog geen 10% extra? Ik doe dat in ieder geval niet. Ik ben niet je financiële adviseur, je bent zelf degene die op die knopjes drukt. Maar je moet dat soort dingen gewoon een beetje in je, in je gedachten houden. Groeien we echt wel verder, dan hadden we die ene taak. Dus ik ga toch wel een keertje daar even in doen. Nou, misschien begin ik wel eerst. En ik moet het even snel doen. Ik begin eerst met die. Downside targets. Want die ben ik echt nog niet vergeten. Hier heb je grote beer. En het zal niet perfect zijn. Omdat ik het nu heel snel doe. Maar ik kijk andere video's waar ik wel die downside. Ik pak deze candle tot en met hier. Dat was de eerste beer. Dan hebben we targets. Hier de 20.000 en de 14.000. En je ziet dat we nu op die 2.6 en 8 zijn geland. Als ik dit wat meer fine tune. Dan kwam je ook inderdaad op die 2.6 en 8. Waar peers dat we laag gaan. Dus dit, deze targets heb ik ook. Dit is voor je downside. Ik heb eerder het idee dat we daarin gaan. Dat we nog veel hoger kunnen gaan. Als je dan je upside targets hebt. Wat je net ook. Uh, wat je bij mijn vorige video bij het aarde hebt gezien. Dan zie je dat we hier uitbreken. Hier begint er wat volume. Maar voornamelijk hier heb je heel veel volume. Dus. En ik moet het denk ik ook wel even zeggen. Van, ik weet best wel ik ben best wel goed getraind om die targets goed te leren en aan te passen zodat ze wat exacter worden. ook al is het je er dus soms echt, uh, ja, het is best wel mieren, mierenduiken wil ik zeggen, maar het gaat soms om best wel kleine getallen. maar hier ja, wat ik dan wil vertellen is dat het echt wel een jaar, misschien wel twee jaar duurt voordat die targets van je gaan werken. Ja. en dat is puur omdat je dat zelf gewoon beter, ja, je moet het elke keer leren tekenen en aanpassen en doen en zodoende krijg je dan op een gegeven moment een uh, gevoel ervoor waar, vanaf waar je kan tekenen. Van het eerst ga je eerst de hele tijd uit echte bodem tekenen. En daarna ga je kijken waar het uitbreekt, waar echt het volume naar binnen komt. En dan krijg je je targets voor naar de upside. Ik zie dat ik ze weer wit heb gedaan laten. Uh, volgens mij had ik deze kleur in mijn andere video's. Dus kijk mijn andere video's terug. Dan kun je zien. Waar die targets kwamen. Maar als ik hem nu eigenlijk puur aan deze leg, dan zie ik eigenlijk dat hij de volgende stap meteen naar die 0,236 pakt. Die andere krijg ik reactie op en hij rijdt erop en hij, ja, hij rijdt er eigenlijk gewoon op, op die 0,6 en 8. En gaat rustig naar die 1 en hij ja, retrace weer op die 0,6 en 8. Hier krijg ik wel een stukje dat hij hem heel even test, die 1. En op zich vloeien deze wel samen met die andere. Het is een snelle trek. Zelf moet je dit dus wat dieper ingaan in, gaan in die twee uur en een uh, exact eruit halen. Maar als ik dat in een video ga doen, dan duurt het gewoon te lang. Dus die oranje voor de downside. Ik heb nu even een 15.000. Dan zie je ook al dat die 21.000 misschien een mooie target is. En dit moet je dus ook fine-tunen. Dat kan zomaar ook die hele leg zijn dat we deze targets moeten hanteren. Ik denk ook nog steeds, mochten we hier verder zakken uh, of hier verder zakken, dan zit iedereen op die 2000 te wachten of die 20.000 te wachten. En we gaan dan waarschijnlijk zeker wel lagen om die mensen hun stop los te raken. Uh, dus oranje voor naar beneden, deze uh, de lichtrode voor naar boven. Dan zie je ook wel dat het weer echt, echt wel mooi met die lijnen vloeit. En zelfs, nou niet eens met deze, maar lijnen. Ja, die 1.272, ook een belangrijke die je vaak wil zien dat hij daarop reageert. En dan de volgende. Dus dat zijn dan een beetje, je up, of tenminste, dat zijn dan je upside target. Ik ga hem toch nog even zo doen om te kijken. En vind ik dit ook nog niet eens zo gek. En dan heb je het opeens over de... Ik heb al heel lang... 80.000, net als bij ADA, bij dat ADA-filmpje weer, heb ik dat ook bij Bitcoin gedaan. Maar dat gaan we nu niet doen. Dus dat je mij deze leak trekt en dan krijg je targets van uh, hier die 60.000 en de 80.000. Ik haal deze even weg. Dat is meer FOMO. Ik hou het eerst op die witte targets, die retracement tool targets. Laten we even verder gaan naar uh, ADA. Veel mensen vragen mij ook waar... waar uh, in welke coin zit jij? Ja, ik heb meestal het beginscherm. En dan heb je hier meestal aan de rechterkant de coins die ik vaak wel in de gaten hou. Of waar ik goede deel van mijn kapitaal in heb zitten. Je ziet nu ook dat Litecoin begint te stijgen. Litecoin heeft het eerste target geraakt. Gaat door naar het tweede. En gaat hier verder door. Hopelijk naar die. Nou, in ieder geval een beetje naar die 300. En. Maar algoritme, wat ik zei, dat pareltje. Die zit nu bijna. Op, of tenminste, die heeft nu een target aangeraakt. Ik heb hier wat van mijn algo verkocht, omdat het zomaar hier kan draaien en weer verder daar kan dalen. Ook voornamelijk omdat je wat wicks hebt tegenover de uh, bitcoin. Maar daarna heb ik nog deze targets en deze kan zomaar eens weggroeien wat je ook bij andere coins ziet. Bij andere coins ziet en dat bedoel ik meteen ADA. ADA, grote pijl naar de wick. Als je niet weet wat het betekent, kijk naar Polkadot. Uh, kijk naar Polkadot, zal ik dat heel even snel voor je doen. Kijk deze wik, wat ik zeg, het moet vaak gevuld worden. Uh, of tenminste, eigenlijk bijna 99% van alle keren dat ik die wik heb gezien, is hij wel weer teruggevuld. Uh, in al die jaren dat ik in de crypto zit. Dus uh, kijk ook bijvoorbeeld bij een dot, dot, USD tegenover de kraken. Hier dezelfde wik. Hij wordt gevuld en zakt er zelfs doorheen. En dit heeft met orderboeken te maken. Zoek dat ook zelf op. Ik zal misschien wel eens een keer... Ja, ik begin er ook wel een linkje. Ik kan... Misschien zit er al een linkje van in de beschrijving van de video. Maar dit heeft met orderboeken te maken. Het gaat er meer om dat het gevuld moet worden. Een soort van square -up. Je kan het zo ook wel zien als een square of een gap. Uh, je weet alleen niet wanneer. Zoals bij Dot is hij nu gevuld. Bij Ada moet hij nog gevuld worden. Want Ada is hier weggesprongen. En ADA gaat nu door naar de volgende target. En de volgende target is die 2,76. Ik denk dat dat een beetje de te zijn. Ook al hebben we nog best wel een lange weg te gaan. Tot en met die 12 september is het volgens mij. Je krijgt twee datums waar je events op krijgt. En het ziet er naar uit dat er heel erg naar die events wordt geleefd. En dat er volop wordt verkocht straks. En dat bedoel ik niet slecht. Je bent in deze move al 7000% gestegen. Het wordt nu alleen maar meer. Unsustainable move waar we niet meer zijn terugkomen, ook de wik. Dus ja, het heeft daarna gewoon aller. Hier moet je al heel alert zijn. In die video geef ik targets tot en met de 7. Ik zie dat meer als targets voor echt een hele lange termijn. En dat zie ik meer als targets dat het misschien deze targets dan raakt en dan naar beneden gaat en daarna pas naar dat soort targets gaat werken. En dan duurt het nog steeds heel lang, denk ik. En het kan ook zo heel snel gaan dat hij nu al tot en met hier misschien komt. Maar ik, ik zou het realistisch houden, want dit is eigenlijk al echt gekke werk. Hier krijg je krijg een samenvloeiing bij die 1 en bij die uh, 4.236. Die 1 is de hele lek die je hier hebt gemeten erbovenop. bovenop. Dus dat is voor harmonie is dat perfect. Daarnaast kreeg ik hier dus op die 3.6 en 8 een reactie. Ik krijg op deze uh, 2.6 en 8 een mooie reactie. Ik krijg hier een lichte reactie. Als ik wat meer erin duik, krijg ik op die 1,6 en 8 een reactie. Hier had ik een kleine reactie op die 1,2 en 7. En ga zo maar door. Ik hou deze targets nog voor het even. En ik heb wel al het meeste van mijn aarde verkocht. En dit, is, dit stukje wordt mijn pusherwinner. Mocht die nog verder gaan, dat zijn mijn keuzes. Als je andere keuzes hebt, respecteer ik dat natuurlijk vol. Alleen, je moet beseffen dat je wel serieus met je geld om wil gaan. Tegenover bitcoin. Tegenover bitcoin maken we dus ook het ene stapje. Waarbij ik dit met. Die, uh, ik ga er nu heel snel doorheen. Maar waarbij ik in mijn eerste video's ook echt bijna exacte prijs. Of de top kom vorige top van ADA kon uh, voorspellen. Was dat ik wist hoeveel het hier nog kon groeien. Tegenover bitcoin. En dat in percentage terug verhalen naar de dollar. Of aarde tegenover de dollar. En zo kwam ik op die 2,45 waar ik precies was gekomen. Nu. Nu wordt het echt al iets lastiger. En je ziet al dat ik echt loop te zoeken met mijn ding. Je ziet dat we deze targets nu hebben gehaald. Hier had je goede reactie. en Hier moet het eigenlijk een pushje winnen worden. Dus daar je ergens een stop los hieronder zetten en dat je hem laat gaan. Dus we gaan nu verder. Je hebt hier een mooie reactie op gehad, dus het volgende stukje is daar. En ik ga maar kijken of het weer samenvloeit met uh, tegenover de dollar. Dus tegenover de dollar hadden we nog die 4.236. Hier hebben we nog dit stukje. En dat is een 11 tot een 17 procent of een 18 procent. 11 tot 17 procent. Als we dan weer naar de dollarwaarde gaan. Dan hadden wij nog die 4.236 hier. En het ziet er naar uit dat het korter is. Nou, het komt best wel met even. Dit is bijna exact die 1.272. Dus zeg even inderdaad tussen de 2.75 en de 3.10. Dat zou ik als volgende top. En ik zou echt al gaan en weg in die groene candles verkopen. Tenminste, dat doe ik. Ik adviseer het niet, dat doe ik. Dit was ADA. Die ADA hebben we nu wel echt goed gecoverd. En daarna ga ik hem nog gewoon een keer helemaal uitkleden. Om naar beneden ook de hele targets te coveren. En wat we hieruit kunnen krijgen. En stel dat we hier support vinden waar je dan in moet gaan zitten. Dat gaan we later bekijken. Voordat het daar komt, dan kan het echt nog wel weer een tijd duren. Dus hou je geduld daarin. Als we even verder gaan naar algo. Ja, algo heb ik ook wel een aantal keer behandeld. Maar hierdoor, dit is je risico weer. Weer de wik. Net als dat je hem hier hebt, groeit hij daar naartoe. Heb je hem hier, wil hij hier naartoe groeien. Dus dat blijft je risico. En tegenover de dollar. Ik hoop dat TradingView mijn grafiek hebt gelaten. Upside. in dit zijn heel veel er wel een paar weghalen. Even kijken. Deze kan weg. De rest laat ik staan. En ik heb er één grafiek waar dat we het nu wel een beetje bij de... En hier, als je deze grafiek hebt, is is echt pure fomo, Maar je ziet nu, we hebben deze square gevuld. Of tenminste deels gevuld. Als we hem echt tot met hier, dan hebben we hem helemaal gevuld. Dus als we dat hebben gedaan... En ik moet denk ik toch heel even deze pakken. Dan kan het gedaan zijn met algo. Hoe goed ik deze coin ook vind. Ik heb hier een beter, eh, bijna een beter gevoel bij, eh, dan bij Ana. Toch moet ik beseffen. Hier precies weer die 0,6 en 8 bij die. Square. Als ik hem ook hier. Dan komt die echt exact bij de square. Ja, het blijft dus gevaarlijk met algo. Ik kan ook zomaar inderdaad die soul move maken. Omdat we hier. Een high, of tenminste, een high, higher low krijgen. Hier een higher low en hier een higher high. Zie dus je, maken we die higher high, higher low, higher high. Ik hoop het, maar ik ga er niet vanuit. Ik hou eerst nog deze taak. Zo goed ik alvast ook vind. En, en dat is ook belangrijk dat je niet gehecht raakt aan coins. Er zijn genoeg coins om mij te kiezen. Dus als er één een goede move is gemaakt, pak, wat win pak echt goede winsten eruit en ga door naar de volgende. En het hoeft echt niet. Daar hoef je echt geen trader voor te zijn. Je ziet ook de afgelopen twee maanden hoe lang iets kan duren. Ik pak heel even Ambrosus erbij. Dit is mijn uh, gokcoin, noem ik dat. En gokcoin, die kan snel, of tenminste snel dat duurt, alsnog een, best wel een lange tijd. Hier pak ik bijvoorbeeld al uh, zo'n A en B op, of die uh, Ambrosus in dit stuk. Dus dat begin ik volgens mij al hier, ja, hier in november. En dan duurt het en het gaat ons nog heel snel als je het percentage straks ziet. In november, en eigenlijk is het maar vijf maanden. Maar vijf maanden zit ik dan in zo'n positie waar ik echt de hele tijd gaandeweg winsten uithaal. Als we dit level voorbij zijn. Uh, maar goed, laat even die uh, die paarse lijn, was mijn gemiddelde prijs nog. Die staat er dan wel nog. Dus laten we die prijs even maken. Maar hier maak je gewoon in, een, in, een, in die vijf maanden duizend procent move. En het is echt een, niks waard, ik wilde zeggen. Het is niks waard. Hier was het 1 cent, nu zitten we bij de, bijna 5 cent. Maar doordat het niks waard is, kan het ook heel veel risico met zich meebrengen. Denk je bijvoorbeeld, oh, deze heeft nu 1000% en die gaan nu misschien deze dingen gaan vullen en ik ga er nu meteen in. Denk dan ook, als je hierin zit, hier springt, dan zijn dit soort stukjes ook gewoon een 50% naar beneden als je weer even de bodem moet testen. En grote kans dat hij dat gaat doen. Ook weer een andere kans dat we hier naartoe gaan. Dus dit is ook wel hier, Vanuit hier is het nog een 130 of 140 procent. Maar testen we deze bodem, dan zit je gewoon weer 80% naar beneden. En daarom laat ik deze niet zo snel zien. Ik had hem hier wel. Volgens mij heb ik wel iets laten zien hier. Ik heb denk ik wel in een update dat laten zien. Gewoon omdat ik er zelf ook wel in ben gesprongen. Maar ja, het is gewoon een riskante coin. Als je deze goed weet te pakken, net als een. Uh, ja, ik zeg het maar gewoon als een Dutch gun. Als je die gewoon goed weet te pakken, dan zijn de percentages heel goed. Maar weet heel snel waar je winsten eruit kan halen. Want hier had ik echt een sport waar ik in kon springen. Of tenminste, weer erin kon springen. En dan heb je het al gelijk over een 100%. Dat was je eerste target. Tweede target had je hier een 200%. En dan had je het hier over een gat van ongeveer 500%. Maar goed, hier kunnen we dus één ding. We wat, wat ik nu wel veel zie is dat heel veel coins nu over die rode moving average zijn. En je hebt een aantal coins die onder de, nog steeds onder die moving, rode moving average zijn. Dus wel hieruit zijn geklommen, maar nog niet dit stuk hebben gemaakt. Dus je kan een strakke stop loss misschien eronder zetten. En, deze, en bij dit soort coins er toch wel inspringen. Alsnog zou ik altijd zeggen: wacht tot de prijs naar je toe komt en koop in het rood. Dus stel dat je nu opeens wel die retrace krijgt. en dan, dat, dat, dat deze coins dan wel opeens daarna pas erom, eh, erheen gaan. dan zit je hier gewoon veel lekkerder dan dat je hier zit. Dan hoef je er ook niet continu op te letten dat je door die door je stop los heen gaat of wat dan ook. Maar goed, hier zitten echt wel een goede, goed aantal percentages in. En tegenover de Bitcoin zit je ook heel erg laag. Je ziet hier. En dit wil ik zien, dus ja, ik, daar moet ik zelf ook altijd voor oppassen. Moet je ook bij jezelf altijd oppassen. Net is dat die ADA-video echt heel veel abonnees heeft meegegeven, meegegeven. Dankjewel voor het abonneren. Maar dat is gewoon iets wat mensen willen zien. Dat een prijs echt gigantisch kan groeien waar je in zit. Dus dat waar je heel veel mee kan verdienen. En ik weet niet waarom die tool het weer niet doet. Met video's maken, de training viel wel raar, maar je zag het, hij doet het weer niet. Maar ik zie hier dus een soort van head and shoulders. Linker schouder, hoofd, rechter schouder en gaan. We zitten hier ook al echt heel lang in. En je moet je dan afvragen: wil ik dan wel hierin zitten? Want straks komen we daar gewoon nooit uit. Ik bedoel, dit zijn al heel veel percentages hier naartoe. Dus dan heeft het alweer een move gemaakt. En dan kun je zomaar een aantal jaar hierin blijven zitten. Dus dan moet je jezelf afvragen. Maar ik heb deze zeker wel laatst. Uh, nog in een video gedaan, want kijk je eerste target zijn ongeveer 800 procent. Of ik trek hem even snel maar 500 procent. Stel dat hij bij die 0,6 en 8 gaat en dan heb je dus nog niet over dat ene gekke, maar die 0,6 en 8 is alweer in 1300 procent tegenover de Bitcoin. En dan heb je dit gekke, en het gaat echt nog veel gekker bij uh, AMB. Dus hou, ja, je kan deze in de gaten houden. Zit je hierin? Uh, nou, dan hoop ik dat je gewoon een hele goede ritme mee, mee hebt. Zit je hier nog niet in? Het liefste wacht je hier dus beneden. Ja, dat was A en B. Ik wil er toch wel even wat sneller doorheen gaan. Want ik had Arc nog, Arc. Ik heb een paar die hier nog onder die Rode Moving Average zitten. Dus als ze daar eenmaal overheen zijn gebeukt, dan, kunnen op een, dan, dan is dit hele gat open. Excuses. <coughs> Dus dan heb je arc die dat heeft. En even kijken of ik daar wel want hier heb ik ook in gezeten. En hier zijn we dus ook op die 0.83 gevallen, echt volle 80% naar beneden gepierst. Eigenlijk betekent dat we lager kunnen gaan. Maar de markt laat nu zien aan ons dat we hoger kunnen gaan. Tenminste, dat we in dit stuk kunnen groeien. En sommigen kunnen er zelfs daarboven groeien. Wat het daarna gaat doen, uh, dat weten we niet. Maar. Je hebt hier dus weer eentje onder de rode moving average. Zitten we nog? Uh, de, de, de blauwe is weer aan het keren. We hebben hier support en we zijn uit deze down move gekomen. En daar moet je voorzichtig mee zijn uit deze down move, want je zit, bij deze zit je nog wel in een soort van box. Die box die ik bij die andere coins vaak tekenen. Je bent uit deze down move gekomen, maar je zit wel nog in deze box. Zolang je daar vast in vast zit, kunnen we alleen nog maar laag gaan. Spring je hem hier uit, dan heb je dus deze ruimte om te groeien. En deze ruimte bedoel ik dan weer, als we hem even van die top pakken tot en met beneden. En dan zie je dat hij al aardig werkt. En dit moet je zelfs gaan fine-tunen om een betere target te kunnen krijgen. Maar laat hem gewoon even vanaf hier houden. Dan zie je dat deze targets werken. Stel dat we hier uitgroeien, dan heb je dus deze targets om verder te kunnen groeien. Dus stel dat je deze van een beetje die, dit stuk kan pakken. Een beetje uit het midden. En het liefst veel lager. Eerst stak ik een 30%. 30% vind ik begin ik een trade, te vinden 70%. 130 tot een 200. En dan pus je weer naar een beetje wat je moet doen. Dus dat is Arc, die zit eronder. Dan had je ook nog ast. En ik ben nu bij de A omdat we vorige keer vanaf de Z gingen. Ast, zit hier ook nog onder de rode moving average. Je ziet dat het wel veel meer bullish is als je boven die rode moving average komt. En dan boven alle moving averages bent. En daar support begint te vinden en dan die volgende move. Maar hier heb je dus ook weer over grote moves. Ik zal eventjes de rest weghalen omdat dat van een tijd geleden is. Net zoals met deze. Met deze heb ik best wel veel winst gepakt. Ik ben er niet meer in terug gegaan omdat ik toch weer andere coins heb gezien waar ik dan... Meer winst in zag. En misschien dat ik daar een verkeerde fout in heb gemaakt. Want hoeveel is dit? Ja, hier heb je het al over een 150%. Een beetje hetzelfde als hot. Uh, alsnog zou ik hier heel veel winst eruit gaan halen. Want je ziet hier op dit level een beetje bij die 30 cent volle verkoop. Hier volle verkoop. En hier val je eigenlijk op een beetje support. Achter niet helemaal. Maar dit is een soort van... Plafond. Dus en dan heb je dus al, vanaf de, als je deze vanaf de grond al, al over 250%, dus dat zou al mooi zijn. Dus hier zou ik al heel veel winst gaan pakken, als ik hierin zit. Ik zit hier niet in. Als deze een beetje zo'n zo uh, zo soort patroon, een uh, soort van boelvlek gaat maken, kan ik mezelf nog bedenken om hier eens een keer in te gaan. Maar het liefst koop ik vanaf de Fibonacci's. Want dan heb ik ergens, of tenminste, dan heb ik gewoon plekken om me ergens achter te kunnen verschuilen. Um, dus dat is Ast en Arc, die dus onder die rode moving averages zitten. Atom, ook vaak behandeld daar. Deze is aan het groeien. Uh, deze is dus bij die 0.68 geweest, waar je winst kunt pakken. En deze gaat nu verder. Tenminste, hij gaat verder. Hij is verder geweest. Je ziet dat hij pie is, maar dat hij wel heel veel moeite heeft. Hier zit ik wel in. En hier heb ik er ook in gezeten dat die door mijn stop los zijn gegaan, omdat hij een beetje hetzelfde als een telcoin eruit zeg maar. Ja, deze was bijvoorbeeld nog niet heel veel gegroeid en niet heel veel als, als nog veel in de crypto, maar even vanaf de bodem tot met hier, nou, dan is dat nog wel best, best wel veel, vind ik. Maar ik had het meer over dit stuk. Waar de meesten in dit stuk duizenden procent deden, deed Atom een 500-600 procent. Atom gaat hier higher highs maken. En wat ik bij vorige coins ook zag, die een higher high maken, tenminste de ADA, die gingen voorbij dit punt. En als ik dan mijn extension tool weer erop loslaat. Trek hem eerst gewoon eventjes van het hier En dat is wel erg uit de losse pols. Even kijken, dit is kraken. En dan wil je naar. Ik doe hem heel even in de 4 uur. Wat je wilt zien is volume. En zie eigenlijk dat je hier pas eruit bent gebroken. En dat zou super mooi zijn. Je ziet ook die 0,68? Het eerste wat die raakt. En dit zijn dus wat kleinere Vips, omdat je op een 4 uur zit. Maar je moet hem altijd vanuit de 4 uur halen. Nu heb ik eigenlijk uit deze. En dan moet ik weer meer terug. Ik moet dit niet te lang laten duren, maar. Hier kwam ik ook al met targets van 45. Daarom dacht ik, ben ik hier ook weer ingegaan. Om, tenminste, hier, ik al, hier ben ik sowieso geïnteresseerd in. Omdat het ook fundamenteel wel een goede coin is. Uh, ja, dan hadden we nog steeds niet die 4. Ja, hier. Die 6.85. Die zit een beetje rond die 45. En dit is een snelle trek. En ik denk als ik hem uit trek dat je hem nog. Op die 4.2.3 op de 45 kwam. Nee. In ieder geval ik had bij mijn vorige lek en daarom is dat zoeken en daarom zit er gewerkt in. En dat is nu gewoon niet zomaar gedaan. Dat kan zomaar een uur een paar uur duren voordat je die hebt gevonden. En daarom die video doe ik best wel uh, in, een, in een rap tempo. En daarom moet je dit echt zelf trekken. Maar ik kwam heel vaak rond die 45 toen ik hier de, toen we hier is zaten. En dat, dat waren toen ook mijn targets. Dus. Eigenlijk, ik denk dat ik hem iets zo hou. houden. Nou, hier hebben we die 0,6 en 8 geraakt. Ik laat hem gewoon even zo. Dus voor Adam zou ik deze targets houden. Denk in zones, niet in die precieze getallen. Denk in zones. En trek het ook weer zelf waar het uit is gebroken. Misschien is het wel de onderkant van die lek. Ik heb nu de bovenkant van die lek gebruikt. Duik erin. Heel de Bitcoin-kant zit je dus ook laag. Tenminste, dan zat je al de hele tijd laag. En daarom heb ik hem weer naar boven laten komen. Ook in andere video's. Hier heb je gewoon met minder risico. En kun je grotere en alsnog grotere percentage halen. Je ziet hij zit aardig op de bodem. En als je hem hier van de bodem hebt gepakt. Heb je een toppositie. Uh, Om in ieder geval wat lange termijn Bitcoin. Je bent nog steeds in een soort van down patroon. Dus groeien we hier verder. Dan zijn die witte fips Je eerste lijnen waar je uit kan groeien. En dat is Atom. Audio ook een grote move gemaakt. Maar je ziet nu dat hij al veel resistance heeft. wil ik niet te diep op ingaan. Afax. Dan heb je AXS. Nou, die is sowieso echt veel verder gegaan dan ik zou denken. Je ziet ook dat die VIPS en je volgende VIPS. Ja, 115. Dit is echt pure hype. Hier heb ik echt wel een stukje meegepakt. Maar echt. Daarna laat je dit gewoon helemaal gaan. En trap je hier ook niet in. Of, of je moet echt achter je computer willen zitten. Maar je downside is gewoon zo groot. Alles wat je nu niet meer retrace, dat, dat is je risico. En dat is dit hele stuk. Dus daar blijf ik af. Komt ook waarschijnlijk niet meer terug in mijn video's. Omdat ik het, niet, het wordt ook niet aangevraagd. En gelukkig wordt het ook niet aangevraagd. Dan had ik bal. Weet ik fundamenteel niet heel veel van. Ik ken hem wel een tijdje. Maar... Bal heb ik ook een higher low gemaakt. Een gigantische move down. Een groot square plaat hij over. En. Wat je dus ook weer bij andere coins ziet, hij heeft hier alleen maar higher highs gemaakt in die top. Bij sommige gaat hij dus hoger aan. Je ziet ook weer, deze is onder die rode moving average en bij die rode moving average heb je weer die 0.382. Dus dat is nog een 30%. Je downside gaat hij weer de bodem test, is dus een 50%. Zit je hier nog niet in wachten tot die prijs naar je toe komt. Zit je hierin, dan zijn dit je targets. Ik wil hey, toch even iets verder. Want ik had ook in andere video's Bel. En BCH natuurlijk ook. BCH hou ik zelf niet echt meer in de gaten. Alsnog kan het hele mooie moes maken. Maar ik vind in andere coins gewoon het interessanter. Voornamelijk omdat ik ook Bitcoin Cash in dit gedeelte heb meegemaakt. En dan is hij heel zwak. Maar in mijn andere video dan heb ik targets en waar zijn die targets dan? Hier. Zo zie je maar weer. Waarschijnlijk moet je toch die hele top gebruiken. Targets, ik ga verder naar een andere, want ik wil de Bel even laten zien. Bel zit ook eronder niet nu aantrekkelijk om te kopen, want hij is. En daarom je moet, je moet je een beetje koesteren om nu dingen te willen kopen. Want dingen zijn, of tenminste de coins zijn alweer hier al 160% gestegen. Dus ga je er hierin, heb je grote kans dat, dat je een retrace krijgt. Springt die weg, heb je gewoon pech dat je ernaast zit. Of je moet met strakke stop loss willen werken. En uh... even kijken hoor. Strakke stop willen werken. Ik zit iets te zoeken en alles gaat verkeerd. En uh, achter je computer willen zitten, dat, uh, ja, elke dag. Dat zit er zitten gewoon voor heel veel mensen niet in. En bel vind ik interessant door dit. En tegenover bitcoin zat je ook nog heel laag. En dit kan wel eens. Uh, noem, dit noemen wij een sparky, of tenminste, mijn leraar noemen dit sparkies. Dus waar de prijs naar beneden gaat, en dan komen weer alle kopers naar binnen om kopen hou deze in de gaten bel en die heb ik al een keer aangegeven toen hadden we hem wat lager ik hoop dat ik hem voor deze daling heb aangegeven want dan had je hier in deze daling kunnen kopen het zal wat hoog zijn nee, ik weet het niet we kijken hem nog even terug ja. maar hou deze in de gaten want deze kan best wel hoge targets hebben voor als we een higher high gaan maken zie je ziet ook hij werkt zich echt naar boven maakt hier een higher low en we zitten hier op de bodem tegenover de dollar maar ook tegenover de bitcoin dus hou deze in de gaten Net als ICX, dit zijn de coins om veel beter in de gaten te houden. Dan uh, ja, veel meer bekende coins. Zoals Aarde hebben nu een move gemaakt. Goed als je erin zit, maar kijk naar andere coins. Of haal je winsten eruit om naar andere coins te gaan. Bitshares, shares, dat heb ik ook wel. Komt ook echt uit uh, het vroegere tijdperk. Hier zit je ook weer vol op een bodem. Wel onder de moving average. Waar anderen laten zien dat ze dit stuk nog kunnen groeien. Zit nu op een 6 cent. En deze top is een 15 cent ongeveer. Bit torrent. Niet veel aanvragen. Ik krijg deze wel voor vrienden wel zoals ze aanvragen. Maar... Even kijken, Seller. En daarna wil ik alleen nog Loom en Phantom doen. En dan zijn we klaar met de video. Het duurt denk ik toch veel langer dan ik had gehoopt. Bij, uh, bij, Loom. bij Seller zijn we nu bij deze kleine targets, bij die 0,786. En als ik deze targets ga. We gaan, denk ik, toch deze targets uh, aanhouden. Je ziet ook, hij, reageert, hij springt eruit, hij reageert erop en vindt weer deze lijnen. Deze is dus boven die rode moving average. Uh, vindt de support op. Als je hier in deze wil springen, wil je zo laag mogelijk. En dan zit je hier nog niet in? Dan wil je hem het liefst aan de onderkant van deze range. En je ziet dat hij een beetje een down range maakt. maar. Dus het liefst een beetje aan deze onderkant. En uh, misschien wel. In ieder geval dat je zo dicht mogelijk bij die rode moving average bent. En die rode moving average is 200. Als je hier, als je de hier gewoon zo, zo laag mogelijk koopt, en het liefst zo laag mogelijk hier, maar het liefst zo laag mogelijk hier voor als we hier verder gaan. Want hier zijn we dus boven die rode moving average. Dan heb je dus nog deze targets. En ik zal je even laten zien of dit interessant genoeg is. Dan kun je aan de onderkant van die vlag of patroon geven de naam. Nou. Dan kun je dus die eerste, ook het is 36%. En ik moet even goed kijken, want ik moet naar de oranje kijken. De tweede is een 86%. En dit is een 130%. Dat is hetzelfde tegenover de dollar. Tegenover Bitcoin, ben je op die 0,68 geland. Dus deze kan er echt nog wel eens wat hoger gaan. Als ik heel eventjes gewoon alles weghaal. Op zich weten we hier dat. Dit weten we gewoon. Ik hadden het ook uit andere video's. Dus dit kan ook wel eens een keer weg. Want je wil eigenlijk kijken waar je naartoe kan gaan. En je wil eigenlijk een beetje een clear view hebben. Om te kijken wat hij nou precies aan het doen is. Dus je bent hier uit een gigantische downmove gekomen. Je maakt hier een lower low. Maar hier begin je een higher high te maken. Dus een high high. Dat zou betekenen dat we hier een. Higher low moeten creëren, wat we nu eigenlijk gecreëerd hebben. Dus, dit is een structuur maken om hoger te kunnen gaan. En dan heb je hier dus eigenlijk allemaal mooie spots om je achter te kunnen verschuilen. Zie die, die moving average zijn nu mooie spots geworden om achter te kunnen verschuilen. Daarna heb je dus weer deze, en dan krijg je toch weer al die VIP's in je beeld. Maar... En de prijs gaat dus super snel heen en weer, zoals je kan zien. En dit is tegenover Bitcoin, dus het ziet er sowieso iets anders uit. Dus hierbij ben je die 0.6 en 8 gekomen. Stelden we nu verder gaan, dan kun je misschien, of tenminste, kun je waarschijnlijk de hele leg gebruiken voor je extension tool. Ik gebruik hem nog niet helemaal, maar kijk, exact komt die 4.2.3 bij deze top, of bij deze top waar die is geopend. En ik heb even geen andere grafiek dat hij misschien verder in de toekomst gaat, maar. Hij komt er exact op, dus ik hou deze targets echt wel. Die 0,68 staat weer gelijk bij deze. Die 1,272 staat gelijk bij dit stuk waar het in één keer naar beneden valt. Die 1,68 zit in dit prijsactiegedeelte en die 2,68 die covert dit gedeelte eigenlijk een beetje. En die 4,23 is eigenlijk gewoon de top, dus ik laat deze staan. Mochten we echt verder groeien, en dat kan nog jaren duren, maar dan hebben we deze targets. Onthoud deze targets. Tegenover de dollar zijn we al ver gegroeid. En hier. hier zie ik dus wat minder kansen, in, maar dat kan alsnog wel weer gigantisch worden. Nou, het is meer, hier heb je een 1000% move gemaakt. En vaak zie je dan wel een 80 tot 90% naar beneden gaan. Nu ben je hier een 80% naar beneden gaan, dus het kan gedaan zijn, maar... Je wil er nu niet inspringen. Je moet hier dus al in zitten. En, en zit je hier niet in, dan wacht je op een retrace om ergens een positie in te nemen. Chili's is ook lekker aan het gaan. Compound, ook een belangrijke. Kost is er goed aan het gaan. Maar wij gaan even door naar. DigiB. Die moet je ook in de gaten houden. DGB is ook nog aan de onderkant. Ja, hier is hij er buiten. Hé. Hey. Dat had ik nog niet. Nou, hier schuil ik al bij. Dus dat is dan gisteren gebeurd. Deze was dus nog onder die rode moving average en is er nu uitgebroken. Dus deze opent nu een beetje de targets voor deze kant. Dus houd dit je bij in de gaten. Dan hebben we nog Dia. Dia ook wel vaak gecoverd in, uh, in mijn video's. Dia tegenover Bitcoin had je hier dus een hele mooie plek om je achter te kunnen verschuilen, omdat je hier vrij, vrijwel op een soort van bodem zit. En je ziet ook, hij is zich nu. De, de, de groene moving average aan het werken. En hij is er al eigenlijk uit om naar de rode te gaan. En die rode komt nu weer gelijk met die 0.382. Dus het lijkt erop dat we deze targets gaan halen. De volgende target is een 17%. En dan heb je het hier over een ruimte van een nou, zeg maar 50% tot een 73%. En wie zegt dat, dat die ja niet verder kan groeien? Dus dit kan echt wel een mooie push-winner worden, omdat je deze van de bodem af hebt. Gaan we verder groeien, dan heb je gewoon deze targets. En dan wordt even de vraag waar we hem dan vandaan moeten trekken. Ik denk als eerste hier, zoals je kan zien. En dan heb je dus al niet over die 50 tot 75 procent. Maar dan wordt je push-winner je eerste, inderdaad, en 100 procent, 180 procent. Een 317 en zeggen we de ruimte is gewoon een 1000%. Tegenover Bitcoin, dit is voor je lange termijn Bitcoin. Dan hebben we nog niet eens over de dollar gehad. Tegenover de dollar zitten die ook aardig laag. En daarom, eh, iemand die deze aangevraagd en ik ben ook zeker in gesprongen. En daarom zie je dat die aanvraag gewoon andere mensen kan helpen. Het heeft mij nu geholpen, maar ik hoop dat het ook heel veel andere mensen heeft geholpen die in DIA zijn gesprongen. Eh, want het is gewoon niet. Uithouden om 8000 of ruim 8000 coins en tokens in de gaten te houden. Dus deze zit ook nog onder die Rode Moving Average. We hebben hier wat minder historie, maar die zit er hier nog onder. En hij heeft gewoon heel veel potentie in SquarePlay hierover. Hou deze weer in de gaten. Heb ik er toch weer eentje extra gedaan? Dat heb ik net laten zien. Ik wil even naar Phantom. Phantom, want die ben ik uit veel, of tenminste, veel updates vergeten. Phantom. Heel veel risico, maar een gigantische move gemaakt. En is nu ook weer bezig met een gigantische move. Want dit zijn echt. Als je deze gewoon een beetje gemiddeld prijs hier hebt gepakt, dan is dit gewoon weer een 100%. Als ik dit tegenover de dollar. Dit ziet er helemaal gek uit. Ik heb een iets. Ja, dit is een betere. Tegenover de dollar zijn we ook weer door die 0.68 en 8 gekomen, die witte lijn hier. En je bent hier geland op dit 0,833. Je hebt hem gepierced wat heel veel ook hebben gedaan. Tekenen dat we laag gaan. Dus hoe hoog het hier ook kan gaan, kan, dit is een teken eigenlijk dat we hier laag gaan. Net als dat we hier geopend en gesloten onder die rode moving average zijn. Dus op zich heeft het hier nog die potentie om het misschien hoger te maken. Omdat je hier die higher high hebt, dat je misschien nog een higher high wil maken. En dan pas lager. Maar alsnog deze heb ze thuis vol voldaan. En je ziet ook weer hoe mooi die Fibonacci's werken. Het reageert, je ziet overal, en dit is een daggrafiek: het reageert overal op die lijnen. Niet eens zo heel hard bij deze, want je ziet hoe snel die er doorheen gaat. En tegenover de Bitcoin is dit ook gewoon weer. Hier heb, ik echt, hier heb ik wel winst uitgehaald. Maar dit is bijvoorbeeld die push winner dat je hem hier door laat gaan. Tot ik met deze targets. En uiteindelijk. Misschien nog hoger kan gaan. Maar voor mij is deze dus al een beetje. klaar. En. ik wilde dan nog even. Ik had er eentje in mijn hoofd. Oh ja, Loom, sorry. Loom was ik vergeten. Ik had Loom best wel vaak. Uh, ik ga nu echt veel te ver. Ik had Loom best wel vaak behandeld. En ik hoop ook dat je kan zien dat er best wel lange termijn video's zijn. Tenminste, ja, alles is een beetje lange termijn. Want zoals dat ik die, in die update zeg ik ook: van nou, je hebt hier je eerste targets weer gehaald. Dus je kan winsten, weer, uh, winsten eruit halen. En dan zijn dit je volgende targets. Je ziet ook weer de squares die die openlaat. Dus dit is je risico voor als het naar beneden gaat. En waarom pak je winsten? Stel dat Loom bijvoorbeeld degene is die niet meer deze targets maakt. Dus dat Loom een van die coins is dat, dat die niet hoger gaat. Dan heb je hier gewoon een winst gepakt. Je hebt hier als het goed is dan ergens een stop los of een break-even-punt gezet dat je geen verlies erom meer op maakt. Maar dan heb je hier gewoon winst gepakt. Stel dat het nu wel verder groeit, dan heb je hier wat winst gepakt. Je zit er nog voor het grootste gedeelte in, want je wil deze targets hebben. Dus ook weer, ook hoe kort ik het hier ook over kan hebben. De targets zijn vrij duidelijk. Hier heb je een target gehad, die 0,236. En ja, ook voor mij targets. Je moet deze target zelf gaan uh, tekenen. Want straks uh, behandel ik bijvoorbeeld loom uh, weken niet of maanden niet. En jij zit er wel in. Uh, probeer het gewoon zelf. En het is ook te hanteren. En heb je daar moeite mee, kun je altijd uh, vragen aan me stellen. Dat zit ook weer op de Facebook of een uh, Instagram pagina. Kun je ook foto's sturen van wat je betekent. En zodoende kan ik je dan weer verder helpen. Ik, uh, ik vind het, sommigen die doen het al best wel oké. Okay. Maar je hebt gewoon veel meer gevoel erbij nodig. En als je gewoon vanaf mei of april bent begonnen, dan moet je gewoon beseffen dat je veel meer moet leren. En misschien dat je wel wat geluk kan hebben, maar je moet gewoon veel meer leren en veel meer ervaring weten te ontwikkelen hierin. Dus loom heb je nu een mooie target gehad en we kunnen weer verder groeien. Je bent hier nog onder die rode moving average, wat je bij die andere ziet dat die boven die moving average is gekomen. En dat sommigen nog wel veel verder kunnen groeien, dan zijn dit weer je target's. En dat ligt een beetje bij de 15 cent en bij de 18 en 19 cent. Tegenover de dollar, euh, tegenover de bitcoin zit je wel op een lastiger stuk. En je ziet hoe mooi die door die moving averages werkt. Dus je hebt hier die down move, gaat helemaal naar beneden. Pierst hij hem eerst door die blauwe. En we krijgen erop en vindt een beetje support erop. daarna pierst hij en doorheen door die groene. En begint hij al aan het piersen door die rode, ook weer hier zit je gewoon flink op een bodem. Stel dat we echt. En daarom staat deze van die voor. Stel dat we echt gaan groeien en beginnen te groeien. Dan heb je dus over eerste tijd van. Nou ik zal eerst even deze bodem. Want hier heb je een bodem waar je op een geval is 400%. En dit is een 840 tot en met een 3200%. Dit is vol FOMO. Besef ook waarom is, die? waarom is Loom zo laag? Is het dan een hele slechte coin? Of er is zeker wat mis? Want kijk naar een aarde of andere, die zijn veel hoger. Dus je moet je afvragen: wil ik hier wel in? En is het wel waard? En heeft het wel kans om hier ooit uit te breken? En voor, dit is dus je ja, uiteindelijke, mocht er daaruit breken. Maar hier begin je natuurlijk gewoon. En misschien wel hier. Exact. Dus je begint daar. Dat zijn je eerste targets. En dan zie je ook die targets die werken. En het zijn wat reëlere targets dan helemaal meteen naar de maan toe kijken. Want je moet je altijd beseffen waarom is zo'n coin zo laag. En dan zie je ook dat die 0.6 en 8, als ik hem even iets kleiner maak, 0.6 en 8 bij een square op zit. En dat hij hem al een paar keer op de eerste target heeft geraakt en gepierced. Dat dus betekent dat we waarschijnlijk iets hoger kunnen gaan, maar hij weet hem nog niet hoger te krijgen. Dus wees voorzichtig met deze. Je ziet wel echt dat hij uh, probeert te groeien. Je ziet dat hij higher lows begint te maken. En dat hij dus door die moving averages aan het gaan is. Dus blijf deze gewoon goed in de gaten houden. Het kan echt wel zo zijn dat hij deze targets nu begint te raken. Of dat hij daar naartoe gaat werken. En daarna deze. Maar ik zou eerst deze gewoon houden. Naar deze gekke wik hier. Hier heb je ook weer. En die zie je misschien wat lastiger. Je hebt hier gewoon weer met een wik te maken waar die nooit meer is teruggekomen. Dat heeft weer met orderboeken te maken. Oh. Zoek dat op. Ik hoop dat jullie dit een hele leuke video vonden en dat je het een like kan geven. Voor mijn nieuwe abonnees hartstikke bedankt voor het abonneren. En ik hoop dat jullie blijven hangen. En voor de volgende video's zal ik wat meer updates geven. En in de komende week hoop ik uh, iets van vijf video's te kunnen maken. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Succes in ieder geval.